Kijk naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag staan we hier bij de dakskader. Dus zoals jullie kunnen zien, ik heb hem al een klein beetje geschuurd. Met het schuurmachine dan niet met de hand. Nog niet. Maar voor die roestplekjes en zo allemaal uit te halen. Maar er is nog veel aan te doen. En wat ik ook heb opgemerkt is dat hier dus voor dus die remschakelaarhouder bij zat. Dus die gaan we nog terug op moeten oplossen. Dus ja, dat gaan we ook nog zien hoe we dat gaan doen. Maar voor de rest, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Vinden jullie het nu al leuk? Laat dan zeker een like achter en vergeet niet te abonneren. Ook gaan we deze schroefdraad terug proper maken. En ja, alles een beetje opscheuren en zo. En dan ontvetten nog niet, want dat moet gebeuren bij het spuiten. Hè. Voor het spuiten en zo. Laten we beginnen. By the way, ook dit. Dus ik kan ook veel helpen om het stof allemaal richting te krijgen. A few minutes later. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien, we zijn al aardig opgeschoten. Ik heb dus deze dingetjes en zo al half gedaan, nog niet volledig. Maar zo die montagepunten al mooi geslepen, zal ik maar zeggen. Niet geslepen, geschuurd. En deze kant ook, zoals jullie kunnen zien. Ik ben nog niet zeker of ik het ga spuiten of ga laten poedercoaten. Of poederlakken, zoals jullie het ook willen. Maar ja. Laat mij weten in de comments wat jullie zouden doen. Laten poedercoaten of toch spuiten. Zo jongens en meisjes, dus ik heb wel een beetje verder gewerkt zoals jullie kunnen zien. Zoals je ziet, de primer of zo zit er wel nog een beetje op. Maar die gaan we schuren met de hand, want nu heb ik alles gedaan met het schuurmachine, slijpmachine. Ik heb alle lak een beetje overal proberen weg te halen. En ook, we hebben nu wat krasjes, maar dat maakt niet uit, want ik heb die primer nog opgelaten. Zoals je hier ziet, natuurlijk niet, zoals je kan zien. Maar op de rest wel. En die gaan we dan nog met de hand bijschuren, zodat alles glad is en klaar is om te poederen, lakken of spuiten. Oké, jongens en meisjes, ik ben dus nu achter iets gekomen. En dit is dus de achterremlichtschakelaarhouder. Normaal gezien toch? Je steekt dan uit en dan zit daar zo'n rond ding in. Een gat in. En daar zit je dan je remlichtschakelaar in. Maar die is dus er niet bij. I don't know why. Die is gewoon afgebroken. Maar dus dat is niet, want ik heb hier al een plaat. En dan gaan we die op maat zagen. Maar dat gebeurt in de andere aflevering. Ik weet niet, de eerstvolgende of een keer een andere. Dat moeten we nog zien. Maar ik kan deze wel een stuk al afslijpen. Maar ik ga wel niet alles afslijpen, want dan weet ik nog precies waar het moet. Dus voor het schuren zelf zijn we al redelijk opgeschoten, vind ik zelf. Straks gaan we ook nog met de hand doen. Eerst met het machine. Ik heb deze haartjes erop gezet, want deze pakt ook heel goed je dingen weg. Het maakt wel diepe krassen, maar dat maakt niet uit. Ik heb schuurpapier genoeg en in alle maten. Dus ja, let's go. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien, ik heb het helemaal opgeschuurd. Alleen er zijn nog een paar blauwe plekjes, maar die ga ik zo laten. Ik heb natuurlijk wel die randjes gelijk geschuurd met het kader dan. Zodat je dan niet de overgangen ziet, zodat deze niet meer uitsteekt dan de andere delen van het frame. Wat ik nu nog moet doen is met dan kleinere schuurpapier en daarna nog eens kleinere schuurpapier nog eens overgaan. Zodat het mooi glad is en dan kunnen we de primer spuiten. Maar eerst nog die andere onderdelen fixen, zoals de twee sterren. En als we sterren daar tegen zeggen. Ja, dan zeg je daar sterren tegen. En ook natuurlijk het voorvork en de achterbrug. Achterbrug weet ik niet of we die in dezelfde kleur gaan doen, want chromé is ook wel mooi om te zien. Maar sowieso, het vorker komt natuurlijk een mooi vorkje op. Dat gaan jullie nu allemaal zien. Dus zeker niet vergeten te abonneren. Dus nu ga ik met een kleinere schuurpapier P180, vorige was P80. Dus deze is 100 keer kleiner. Of ja, hier zit 100 keer meer zandjes in. Dus let's go. Zo jongens en meisjes, ik heb dus met P180 en P1000 gedaan. Nu is hij helemaal glad. En ik heb hem ook al een beetje ontvet. Maar niet helemaal, want het is gemengd met water, dus niet van te passen. En by the way, er is toch nog sowieso stof op als ik hem hier nog een nacht laat. Dus, ik heb alles geschuurd. Ik heb de balhoofdlagerhouders eruit gehaald, zoals jullie kunnen zien. En morgen gaan we hem afspuiten met de karcher. Omdat er altijd zo tussen die dingetjes en zo allemaal nog altijd vuiltjes blijven en zo. En ook van binnen en zo, om die dan ook helemaal stofvrij, laten we zeggen, proberen te hebben voor spuiten. Ik heb dus besloten om toch met spuitbussen te doen.
omdat ik er niet zoveel geld in wil investeren, want ik heb al een mooie DAX. En een DAX erbij, dat mag, maar dat moet niet ook. Dat moet ook niet echt perfect zijn. Dit zal meer een stunttax zijn of zo. Je weet wel, een bos of zo wil rijden. I don't know. Wat denken jullie? Zal ik er toch meer geld investeren of niet? Maar ik ga hem sowieso met het spuitbus spuiten. Wat ik ook hier zie, zijn al die gaten. Vraag me af of dat origineel is of niet. Het is een Yinsheng 90cc kader. Ik denk waarschijnlijk van niet. Maar dan ga ik hem gewoon een beetje, hoe zeggen we dat, plamuren. Als ik het goed zeg. Zodat al die gaten dicht zijn. Dan nog eens overschuren. En dan kunnen we spuiten met de primer natuurlijk. Met de eerste laag primer. Ik weet niet hoeveel laag ik moet zetten. Maar voor de rest, hij is al heel glad. En ik ben blij voor vandaag. Ik heb er veel aan gewerkt. Ik neem deze video nu, dat is mijn derde dag dat ik opneem. Want ik doe het elke keer na mijn werk. Ik werk wanneer ik tijd heb. ook die gaten van het typeplaatje gaan we nog moeten uitboren. Zodat we die terug kunnen monteren, het typeplaatje. En dan is het ook weer in orde. Dus voor mij is het dan tot morgen, maar voor jullie is het dan de volgende clip. Oké, jongens en meisjes, zoals jullie kunnen zien heb ik het kader nu hier gelegd. Want moest ik hem in het andere kot laten, zou hij misschien een beetje beroester ofzo. I don't know, maar hij is beter hier naast de CRM, naast zijn papa, zullen we zeggen. Ja. Naast de beast gewoon. Achter remlichtschakelaar houder of plaatje, ik weet niet hoe dat echt noemt, maar heb ik al een deel voor gedaan. Ik heb al het gat gemaakt, dus dat dingetje door moet. Verder moet ik nog de afmetingen pakken om die dan hier rond te maken nog. En dan ook ver genoeg zodat je ook een plooiing kunt maken. Net zoals dat jullie hier kunnen zien. Dat was ook die plooiing en dan kwam die hier van boven uitsteken. Dus dat ga ik nog moeten doen. Die afmeting heb ik al gepakt, dus die weet ik al. Die weet ik al. En ja, nu moet ik gewoon dat nog aftekenen. Maar daarvoor heb ik nog niet goede gereedschap op mijn werk wel. Dus dit neem ik dan gewoon mee op mijn werk en dan doe ik het daar wel. Hè. Wie weet. In de middagpauze of zoiets, hè. Zullen we maar zeggen. Voor de rest, dit laat ik zo. Want verder kan ik er toch niks aan doen. En ik moet sowieso nog het fourche hebben. Het vork en het achterbrug. En dan hebben we denk ik alle onderdelen dat we moeten spuiten. Hè. En dan kunnen we spuiten. Maar voor de rest heb ik aan het kader vandaag niet zoveel meer gedaan. Dus ja. Dus mensen, hierbij eindig ik ook de video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Misschien was dat iets korter. Ga ik wel zien bij de edit. Sorry daar dan voor. Hopelijk vonden jullie alsnog leuk. Laat dan zeker een like achter voor het projectje. En dat ik er verder mee moet doen. En vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie later. Ciao.